Welkom bij weer een nieuwe video van Korting op Hengelsport. In deze serie gaan we vissen op het verenigingswater. Er zijn twee vijvers. Ik wou eigenlijk vandaag op de andere vijver gaan zitten, maar daar was het redelijk druk. En zeker de plekken die ik wou gaan bevissen waren al bezet of je ging in ieder geval mensen in de weg zitten. Nu zit ik dus weer op de vertrouwde plek, want op deze vijver zit helemaal niemand te vissen. Dus dan leek het me een stuk verstandiger om hieruit te gaan pakken. Ik heb mijn spullen namelijk al opgezet, want het regent dus de hele tijd. Dus ik heb snel mijn spullen hierheen gebracht. Als eerste mijn tent, alles opgezet, tent in en toen mijn hengels ingelegd. Dat ga ik nu maar even uitleggen. Ik zit weer met allebei de hengels te vissen met de testbody 14 mm. Dit keer heb ik er geen deeg omheen gedaan, om te kijken of dit verschil maakt of dat je net zo goed nog je vis kan vangen. Ik heb dus wel weer bij allebei de hengels een schepje met 4,5 mm pellets bijgevoerd. En dan gaan we kijken wat dit vandaag gaat doen. Mijn linkerhengel heb ik weer op de vertrouwde stek hier links liggen. Daar is het ongeveer maar een metertje, maximaal 1,5 meter diep. En mijn rechterhengel die gaat hier naartoe en dan een aantal meter uit de kant, waardoor het zo'n 2,5 tot 3 meter diep is. En dan gaan we nu maar weer in de tent zitten, want het begint weer te regenen en het is sowieso al best wel frisjes vandaag. We zitten inmiddels in de tent. Ik heb ze net even een boterham gegeten. En nu is het maar hopen dat de vissen ook weer gaan eten. Ondertussen ga ik even mijn ogen dicht doen. Want ik heb weinig slaap gehad weer afgelopen dagen. Dus even wat slaap inhalen. Dat kan nooit niet mis. En dan zijn we alweer een paar uur verder. We gaan even de hengels opnieuw inleggen. En dan hoop ik dat het zo weer wat is. Ik heb de hengels dus weer in liggen, weer op dezelfde plek. Ik heb er even wat deeg omheen gedaan om te kijken of dit misschien toch het verschil maakt. Of dat de vissen gewoon echt niet op deze plek liggen op dit moment. Het is verder dus gestopt met regenen, maar het ziet er nog maar erg grijs uit. En dan beginnen we de einde van de middag alweer te naderen. We gaan nog eventjes vissen. Tot het ongeveer donker gaat worden. En dan gaan we alles maar weer inpakken. Ik hoop dat we de tussentijd toch nog iets kunnen gaan vangen. Dan zijn we tenminste niet voor niets gekomen. En op het moment dat we dus niet vangen, dan wordt het de volgende keer toch echt tijd om naar een andere plek te kijken. En toch krijgen die meerkoeten het altijd voor elkaar om je stek te vinden en een keer je bollies op te pikken. Hoe ze het doen, dat moet je mij niet vragen. Het is maar één bolly wat er ligt. En alsnog krijgen ze hem iedere keer gevonden. Waren de vissen maar zo goed in het aas te vinden en het op te pakken, dan hadden we al heel wat meer gevangen. Het is alweer 6:30. De hengels die liggen er hier rustig bij. En dat is balen. Ik had eigenlijk wel echt gehoopt iets te vangen. Het is niet zo super koud op dit moment. Het is iets van 7 graden. Dus het is in principe prima te doen. Maar het is toch weer bij een blank gebleven, jongens. Dus we gaan nu rustig aan de spullen inpakken. Misschien gebeurt het nog in de tussentijd. Je weet het natuurlijk nooit. Daarom pak ik mijn hengels eigenlijk altijd als laatste in. Ga ik eerst mijn tent en de rest van de spullen doen. Het liefste zelfs al het meeste op het karretje laden. Zodat ik uiteindelijk alleen nog mijn onthaaknat, mijn schepnet en mijn hengels in moet pakken. En dan begint het nu toch echt weer donker te worden. De meeste spullen zijn ingepakt, dus we gaan deze video toch maar weer afsluiten. Doe een blauw duimpje omhoog als je het toch een leuke video vond. En abonneer op mijn kanaal als je dit nog niet hebt gedaan. Volgende week dan gaan we op zoek naar een andere stek. Hopelijk is er dan wat meer plek op de andere vijver ook. En gaan we daar weer eens een keer vissen. Dat is ook een super mooie vijver met wat diepere plekken. Dus misschien dat de vissen daar op die diepere plekken rondhangen. Daar komen we alleen maar achter door het uit te proberen.